Floris, zo. Jij hebt een echte kwestie te pakken volgens mij. Ja, ja, dit is wel een kwestie met de hoofdletter K, zo maar zeggen. Een rel om een bel. Kijk, dat klinkt al goed. Sinterklaas is net het land uit, maar we rijmen door. De hoofdrolspelers waren VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en ons aller eigens componist des vaderlands Maaike Nas. En die laatste die was vorige week naar Den Haag, naar het Binnenhof, om een rapport te presenteren over de inkomenspositie van componisten. Die is bar slecht. En om daar aandacht voor te vragen had ze ook een bel gecomponeerd. Een nieuwe bel voor de Tweede Kamer. En dat was volgens mij hard nodig. Die kamerbel, vindt u ervan? Het is ontzettend... irritant als je in een algemeen overleg zit in een van de subzalen, dat dan op een gegeven moment 1 minuut of zelfs tot een paar minuten kan die bel afgaan. Als de bel is afgelopen, geef ik graag het woord aan de heer Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid. Ik heb dat palet van tonen van de huidige bel gebruikt en omgezet naar een stukje muziek van 1 minuut wat rinkelt, maar continu... steeds meer belletjes gaan rinkelen in die bel. Een sympathiek, een liefelijke bel. Een fijne, zachtaardige, mooi gecomponeerde bel. Een leuk idee. Ja. Je zou denken, daar kan niemand boos van worden. En ja hoor, je hebt iemand gevonden. Ik heb iemand gevonden, ik zei dat. Klaas Dijkhoff die vond het nodig om voor duidelijkheid ongevraagd op zijn eigen Facebookpagina zijn ongezouten mening te geven. Ik word bloednerveus van de muziek, maar dan staan er ook weer mensen heel serieus te kijken met zo'n kop alsof ze er echt... heel wat levenswerk en ik zie de foto zo. Er zijn gewoon 3 man uit een of ander orkest daar naar een jingle te spelen. Als wij nou eens mensen vragen om suggesties in te sturen, dingen die ze thuis zelf gemaakt hebben. Ik heb liever dat iemand iets leuks verzint voor een kratje bier dan nou weer een hoop belastinggeld uitgeven aan een of andere hoogpolig gecomponeerde, wat was het? 100 belletjes door 3 mensen op een xylofoon. Ik ben echt jongens, doe iets leuks, gezelligs, Wilhelmus of verzin iets, maar meer dan een kratje bier wil ik er niet uitgeven eigenlijk. Tamelijk vernederend, hè? Dit was wel pittig, hoor. Ja. Dus er kwam ook wel heel veel reactie op. Mensen waren not amused. Maar eigenlijk waren mensen hartstikke boos. Ja. En ik was ook wel een beetje boos. Want? Ik was wel een beetje verontwaardigd. Nou, hij doet een paar dubieuze uitspraken. En die gaan we nog eventjes onder de loep nemen. Want dat klopt niet helemaal wat hij zegt. Even dat eerste gedeelte. Ik werd bloednerveus van het muziekje. Maar dan staan er ook weer mensen heel serieus te kijken. Met zo'n kop alsof ze er echt... heel wat levenswerk en zelfs ik zie de foon zo. Er zijn gewoon 3 man uit een of ander orkest daar naar een jingle te spelen. Ja, die 3 man uit een of ander orkest, dat waren slagwerkers van Slagwerk Den Haag. Een van de beste slagwerkgroepen van Nederland. Speelden heel geconcentreerd, want dan kun je beter spelen. Ze speelden overigens, en dat werd op Twitter meteen ook breed uitgemeten, niet op een xylofoon. Dat was dan wel weer een beetje geestig. Hier zie ik xylofoon, die is van hout. Maar ze speelden op een klokkenspel, die is van metaal. Nou, dat werd er flink. Hij hoeft niet alles te weten. Oké, dat is vergeeflijk. Het volgende gedeelte, dat vond ik onvergeeflijk. Ik heb liever dat iemand iets leuks verzint voor een kratje bier dan nou weer een hoop belastinggeld uitgeven aan een of andere hoogpolig gecomponeerde, wat was het? 100 belletjes door 3 mensen op een xylofoon. Ja. Ja, dat was dus geen xylofoon, maar dat... Tot daar aan toe. Ja. Maar heel veel belastinggeld uitgegeven aan een hoogpolig stukje gecomponeerde muziek. Er is geen belastinggeld aan uitgegeven. Het is stemmingmakerij. Het is fake news, zou je het kunnen noemen. Er is geen cent aan uitgegeven. En daarom zijn Maaike Nas op Twitter, de componist des vaderlands, terecht een beetje verbaasd. Hoeveel goedkoper dan gratis wil je het hebben? Ja. Dit was een cadeau. En daar zou je, je zou kunnen zeggen, een gegeven paard... Moet je niet in de bek kijken. Ik zie Michael zich enorm opwinden. Ja, ik vind dit zo barbaars, joh. Wat een rukker. We hebben het laatste stukje nog niet gehad, dus hou dat nog even... Hou het niet vast, zou ik zeggen. Maar even die laatste woorden nog. Doe iets leuks, gezelligs, Wilhelmus of verzin iets. Maar meer dan een kratje bier wil ik er niet in uitgeven, eigenlijk. Ja, het moet ook gezellig zijn. Ja, iets leuks, gezelligs of het Wilhelmus. Ja, je moet die mensen steeds weer uitleggen. Wij Nederlanders willen bij bruiloften, inzegeningen, huldigingen, jubilea, kroningen, Prinsjesdag. Wij willen altijd overal herdenkingen muziek bij. We willen ook altijd overal bloemen bij. Die rekenen we netjes af.
Maar de muziek moet het eigenlijk op een koopje doen. Of gratis. Want het moet gewoon gezellig zijn. En dan moet je gewoon een kratje bier accepteren. Ja, mensen zeiden ook wel... Dag! Ja, precies, mensen ook wel terecht op Facebook en op Twitter. Van ja, je zegt ook niet een kratje bier tegen je dokter of tegen de loodgieter. Doe maar iets gezelligs. Meer dan een kratje bier heb ik er niet voor over. Ik zie iets positiefs. Weet je dat? Dat het verkiezingstijd is. Ja, en maar ook dat wat zij wilde beweren, onze vrouwelijke componist... Ja. Dat ze dat wel veel aandacht krijgt door deze rel. Nee, we gaan hier een totaal positieve twist aan geven. Ja. Toch helemaal blij en knuffelend met Klaas Dijkhoff de studio weer te kunnen verlaten. Want eigenlijk, met dit kratje bierverhaal onderstreept Klaas precies datgene wat onze componist des Vaderlands betoogd heeft met die bel. Laten we die bel op de achtergrond nog eventjes horen. Ik vond namelijk eigenlijk best wel een heel erg mooie bel. Dat klinkt heel goed. Zij wilde de bel luiden dus voor die slechte inkomenspositie van componisten in Nederland. En dat is iets wat volgens mij eigenlijk een breed probleem is. En dat werd ook door de SER onlangs nog onderschreven. Kunstenaars in Nederland, hè, dan heb je het over makers, muzici, componisten, acteurs, dansers, etc. Meer dan de helft kan niet of nauwelijks rondkomen van zijn of haar werk. En dat komt gedeeltelijk doordat er een sfeer is van, en dat is precies Mike's punt, ze komen wel voor een habbekrats hun kunstje doen. En dat moet maar eens afgelopen zijn. Heeft hij er een soort van excuses aangeboden? Nou, excuses is een groot woord. Hij heeft wel op Twitter gereageerd waarin hij een beetje schoorvoetend erkende dat dat verhaal over die vele belastingcenten, dat niet juist was. Maar hij zei, ja, ik mag natuurlijk gewoon mijn mening hebben over dat stuk. En daar heeft hij helemaal gelijk in. En voor iedereen die ook nog zijn mening wil vormen over deze belletjes, het stuk is gratis te beluisteren online via onze website, het linkje. Dankjewel, Floris.